Ja, vandaag wedstrijd Zwolle Eagles natuurlijk. Mooiste wedstrijd van het jaar. Van tevoren nog even de kroeg in. Nou, dan gaan we nu mooi naar de wedstrijd toe. Nulletje of 4 wordt wel vandaag, denk ik. Maar ja, Eagles thuis, altijd lastig. IJsselderby heet dat, hè? IJsselderby. Nou, maar als ze ons slaan, dan slaan we gewoon terug. In de ploeg? Nou, gespannen. Positieve spanning is natuurlijk wel een van de wedstrijden van het jaar. Dan ziet je dat wel vaker dat je dan, ik zelf ook, dan heb je een gezonde wedstrijdspanning, noem maar. Dat is ook het mooie van dit werk of van zo'n wedstrijd. Veel mensen, iedereen verwacht wat en dan wil je dat graag waarmaken. En daar krijg je natuurlijk spanning van. Zeg, het tot nu toe geweldig. Ja, het is wel een leuke wedstrijd. 2-0 voor, hè? Ja. 2-0 voor, prima. Jammer dat hij het veld al moest, maar verder gaat het wel leuk. Ik vond het de eerste 20 minuten vond ik bij Zwolle toch wat zwak, een beetje warrig. Maar na de penalty is het eigenlijk helemaal gedraaid. En vanaf dat moment is het eigenlijk dat Coët de onderliggende partij is. Dus ik denk ook zeker dat we gaan winnen. Ik denk dat we de eerste helft gewoon goed begonnen. De wedstrijd dicteerde. Verdiend op 2-0 komen. En dan komt wat slap uit de rust. Ik geef het initiatief een klein beetje uit handen. We doen een goede wissel door meer wat lopende spits. Het centrum iets meer moeite mee omdat hij elke keer in de bal kwam. Maar uiteindelijk, we gaan de weg. Tweede helft pakt het weer wat beter op. En nog geen 2 minuten later ligt hij erin. Dan wordt het toch nog onnodig spannend en dat doe je eigenlijk... jezelf aan, zeg maar. Maar goed, dan valt die 3 in en dan is het ook binnen. Ik denk dat we eerst zelf, vond ik ons een stuk beter. Ik denk dat we helemaal, ook tweede ballen wonnen, op zich voetbalden we. Ja, pas bij Vlaag echt goed. Ik vond vooral dat we wel veel reageerden op de tweede bal. En die wonnen we gelukkig vaak. En voorin hadden we wel Jannik een paar leuke acties en Nasir en Sjoerd als sterk. Dus lekker.